Madurodam wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de miniatuurversie van Transport, het nieuwe hoofdgebouw van Transavia.com en Martinair. Eerder dit jaar kreeg Transport als eerste gebouw in Nederland het BREEAM NL duurzaamheidscertificaat. Dit keurmerk beoordeelt gebouwen wereldwijd op het gebruik van onder andere energie, ecologie, transport, materialen en gezondheid. Reden voor Schiphol en Madurodam om Transport na te laten bouwen in het klein. Een precisieklus die maar liefst 2,5 maand in beslag nam. Ik kreeg de tekeningen, de officiële bouwtekeningen van het gebouw. Die schaal ik gelijk terug naar 1/25. En daar ga ik er een hele werktekening van maken om dus dat ding te kunnen bouwen. Of het alle palen die erin staan, die komen echt overeen met de werkelijkheid. Alles teken je erin en dat is de uitdaging. Het is moderne architectuur en dat vraagt om een hele strakke, precieze aanpak. Dat is eigenlijk het bijzondere daar zit geen speelsigheid in. We werken hier veel met strakke materialen, plexiglas, RVS. Folie, veel foliewerk. Ja, dat is een beetje het aparte van dit gebouw. Schiphol neemt een speciale plek in Madurodam. De luchthaven is in 2003 geheel vernieuwd en ligt precies in het middelpunt van het attractiepark. Want in vloeroppervlakte is het grootste project op heel Madurodam. Bezoekers vinden het leuk om een hoop dynamiek te zien. De vliegtuigen rijden rond en daar zijn diverse autootjes en dingen die ook bewegen. Ja, dus dat is erg leuk voor bezoekers. 14 december wordt Transport officieel geopend. Dan kunnen ook de bezoekers dit bijzondere gebouw bewonderen. De medewerkers van Madurodam zijn in ieder geval trots op hun werk. Als je daar een poos mee bezig bent, dan ga je iets je eigen maken. Ja, dan ga je daar wel in verdiepen en dan ga je daar een klein beetje van houden. Ja. Totdat dat dan weer klaar is en dan gaan we weer naar een ander gebouw toe. En dus dat is wel leuk om te doen.